Ik moet echt die namen goed gaan uitspreken, anders wordt het helemaal niks deze aflevering. Dit is best wel een heel tof effect. Dames en heren van het goede leven, hartelijk welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van No Limits 2. We gaan weer achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad zoals gewoonlijk. En we houden dit al zoveel afleveringen vol. Ik vind het super gezellig en ik hoop dat jullie dat ook vinden. Kortom, we gaan snel beginnen met weer nieuwe achtbanen en de eerste is opgestuurd door Brandon. En hij heeft gewoon één hele duidelijke zin. Hij zegt, hey Vincent, daar ben ik weer met een nieuwe achtbaan. Deze keer de pindakaasbaan. De snelheid mag je zelf gaan raden. Brandon Dogger. Het kan ook zijn Dogger. Dat klinkt wel heel vet. Brandon Dogger. Maar het kan ook zijn Brandon Dogger. Maar goed, in ieder geval heeft een achtbaan gemaakt genaamd de pindakaasbaan. En ik weet niet wat ik moet verwachten bij pindakaasbaan. Maar wat ik nu al kan zien, is dat er een lancering in zit. En dat de baan ook een beetje een pindakaaskleur heeft. Oh, pauze! Anders ben ik daar te laat met natuurlijk het bedenken van de snelheid. Ik denk dat we toch wel een kilometer of 90 gaan halen. Althans, dat hoop ik. Daar gaan we. En oh, 91, heerlijk. Het eerste bochtje. We gaan door in de looping. Er zit wat in mijn oog, mijn vinger. Heel flauw. We gaan door de ondersteuning heen. Nee, er zit echt wat in mijn oog. Moment. Even wrijven. Kan je dat even naar het hoekje wrijven? Het gaat goed. We komen langs de stenen. Over het water heen. Het gaat goed met het oog. Tuurlijk, soms dan moet je even wrijven natuurlijk. Dan zit er een vuiltje in of weet ik veel wat erin zit. Net mijn vinger, wat ik al net zei. Maar er kan altijd nog even een beetje vuil in zitten of zo. Maar dat is nu weg. Gelukkig. Geen problemen. Hey, maar dit is zeker een... Wat doet die ondersteuning daar? Je ziet een ondersteuningsblok staan, maar geen paal eraan vast. Dat is apart. Wacht, ik ga even koekeloerissen, want ik vind dat heel apart. Even kijken. Ik zag hier in één keer een ondersteuning staan, maar geen paal erop. Dat is apart. Maar, hè? Oké. Nou ja, dat kan gebeuren. Misschien was die over en hadden zoiets van... Nou, laat hem gewoon gaan plaatsen, want we hebben hem toch ingekocht... De omgeving is superleuk. Ik zie daar nog een reuzenrad staan en een schommelschip. Gewoon even voor de sier. Ik vond het een leuk baantje. Alleen er kwamen wel wat rode G-krachten bij deze bocht vrij. Dan denk ik dat je volgende keer een wat grotere bocht moet maken. Of misschien de snelheid wat minder. Dat zou ook kunnen. De looping dan ook gelijk wat kleiner. Maar ik vond het wel gewoon een hele leuke layout. En ik ga jou gewoon 4 tonnetjes geven. Gefeliciteerd. We gaan door met het volgende mailtje. En bedankt Brandon. Dogger. Ik hoop dat ik het goed zeg, voor het inzenden van jouw achtbaan. Hey, hallo Vincent. Hierbij stuur ik mijn nieuwste creatie, een familieachtbaan, de Bus Train. Of de Base Train, denk ik dan. Ik moet echt die namen goed gaan uitspreken, anders wordt het helemaal niks deze aflevering. Wat informatie over de achtbaan. Het type is een Gerslauer bobsled coaster, de hoogte is 30 meter en de lengte is 1,9 kilometer. Dat is een behoorlijke lengte. De snelheid, dat zegt hij natuurlijk niet. Ik hoop dat je veel plezier hebt met mijn baan. Met vriendelijke groeten van Nick van de Zuidwind. Nou, bedankt Nick voor het opsturen. Ik zal het even nog laten zien in beeld. Kijk, Nick. We gaan kijken naar jouw creatie. Dit is hem. Dit ziet er al heel mooi uit. De Base Train. Een snelheid van mijn liefst. Ik denk, ja, het gaat om een familieachtbaan. En meestal zitten we dan goed als we rond de 60 km per uur gaan gokken. Dus ik denk ook dat deze achtbaan ongeveer deze snelheid maximaal gaat halen. Prachtige omgeving. Heel leuk. Ik denk dat er verschillende lanceringen in zitten. Want ja, dit moet eigenlijk wel. Oh, we gaan naar een ketting. Dat is mooi. Eerst een lancering en daarna gewoon lekker een kettinglift. Maar met een lengte van 2 kilometer moet hij gewoon nog dadelijk of een lancering erbij krijgen of wat dan ook. Maar gaan we nog die 60 kilometer halen? Dat denk ik eigenlijk wel. Kijk eens even. Zelfs de 75 kilometer per uur. Dat is mooi. Prachtige snelheid voor zo'n achtbaan. Lekker soepel ook. Heel compact in elkaar gezet. Overal gedacht aan de omgeving met rotsen, met heuvels. En we verdwijnen hier zo in een tunnel. Dat is mooi gedaan. Lekker donker ook. Ongeveer een snelheid van 60 km per uur. Het blijft lekker donker. En we komen naar buiten, gelukkig. Over het water heen. En dan gaan we hier naar boven. En was dit serieus? Nee, dit was nog niet de rit. Ik wou net zeggen, we gaan toch niet naar het einde toe. Dat kan nooit 2 kilometer zijn. Of het gaat gewoon heel snel... Dat we gewoon heel veel kilometers hebben gehaald al. Wauw, was dit 1,9 kilometer? Je zou het bijna niet zeggen, want het is al zo snel voorbij. Ik had er zoveel plezier van. Geniaal. Ik vond het een leuke baan. En ik ga dit gewoon 5 tonnetjes geven. Gefeliciteerd Nick, met jouw creatie. De 5 tonnetjes zijn allemaal voor jou. Gevuld met, ja, bedenk maar wat, jungleplanten. Pas mooi bij de omgeving, toch?
We gaan door met de volgende achtbaan. Hey, hallo Vincent, hier heb ik weer een leuke houten achtbaan voor jou. Deze keer heb ik er ook een klein parkje bij gemaakt, dus kijk ook gerust een keertje rond met een vriendelijke route van Joep. Nou Joep, bedankt voor jouw achtbaan, jouw houten achtbaan. En de naam voor deze achtbaan is de Hill 3. En een heel leuk speels beginnetje al. Dat belooft al wat moois te worden. Althans, als het zo'n speels beginnetje is, dan heb ik altijd het gevoel van, dit wordt ook gewoon een speelse baan. En als we boven zijn, ik denk niet dat hij heel hoog gaat. Misschien een meter of 12, 13. Wacht even. Oh, nu krijgen we allemaal reacties van gezondheid. Dank jullie wel. We gaan verder. En hoppakee, ik dacht dat hij even stil ging hangen door mijn niesbui. Maar het gaat allemaal goed. Een snelheid van, ik hoop 60. Ja, dat kan ik nu makkelijk zeggen, want ik zag het natuurlijk in beeld. Heel flauw. Maar ik dacht wel dat hij niet veel harder zou gaan dan 80 natuurlijk. Logisch ook. Met zo'n hoogte, dan kan dat ook helemaal niet. Dit zijn trouwens hele scherpe bochtjes, ondanks dat hij niet zo heel erg hard gaat. Ramt hij er wel doorheen, maar dat komt waarschijnlijk door de krappere bochtjes natuurlijk. En dan zijn we alweer bij het einde. Wauw. En ik ga toch even kijken naar het parkje, maar deze achtbaan was al heel tof. Ik ga hem sowieso 5 tonnetjes geven. Gefeliciteerd. En ook gewoon zo'n attractie die ken ik wel. Ik weet even niet de naam, maar het is eigenlijk een soort van, ja, een beetje, het draait allemaal heen en weer. En dat draait en alles draait. En gewoon een draaierige attractie. En dan hebben we hier ook nog een vrije valtoren. Hartstikke mooi. Nou, je hebt er een leuk parkje van gemaakt. Gefeliciteerd met jouw achtbaan. Ga zo door met parkjes bouwen en ook achtbanen. En tot de volgende keer. We gaan snel door met de volgende achtbaan. Hey, hallo Vincent, daar ben ik weer met een nieuwe achtbaan. Dit keer een custom hangende boomerang achtbaan met als hoogtepunt de Flying Snake Dive. Die is in het echt maar op één achtbaan te vinden, de Stormrunner in Hershey Park. Ik raad je ook aan om deze achtbaan zowel voorin als achterin te bestrijden. Hier wat statistieken. Een lengte van 525 meter, dat is niet heel lang. Een maximale hoogte van 46,8 meter. Een minimale hoogte van min 6 meter en 8 inversies. Serieus, 8 inversies met 525 meter lengte. Oké. De snelheid moet ik raden. Veel succes met het bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Groetjes van Matthijs. YouTube, Dolovo Gaming. Nou, bedankt Dolovo Gaming. Hopelijk weer dat ik je naam goed uitspreek. Ik ben erg benieuwd. Ik ben echt benieuwd naar Roon. Oh, we gaan naar achter. Is het dan een soort boomerang achtbaan? Ik laat me gewoon lekker verrassen. Ik ben erg benieuwd. 8 inversies zijn er behoorlijk wat. En wow, kijk eens even jongens. Dit ziet er al heel gaaf uit. Ik denk dat wij toch wel een snelheid van misschien wel 85 à 90 kilometer gaan halen. Als ik zo die hoogte al zie. Dus daar gaan we dan. Door het station met, hop, 92,8 km per uur. En dit is de allereerste inversie. Hoppakee, en de tweede. Jam. Nu komen er waarschijnlijk nog 2 aan. En dan gaan we dadelijk terug. En dan heb je inderdaad 4x2 inversies. Wauw, en dit is de vierde dan. Gaan we door een tunnel heen. We halen nog een snelheid van 87 km per uur. Mooi hoor. Nou, dan nog even een stukje naar boven. En dan worden we weer losgelaten en dan gaan we achteruit in de achtbaan Roon. Hey, dus Roon. Heel bijzonder dit. Ik ben niet echt een hele grote fan van boomerang achtbanen, maar wat hij al zei door die snakebite. En ook gewoon, best wel een uniek achtbaantje lijkt mij ook zo. Wow, dit halen we ook maar net joh. Dit is best wel een heel tof effect. Dit vind ik echt geweldig. Wauw. En dan komen we aan bij het station. Nou, mijn grote complimenten voor deze afsluitende achtbaan. Je krijgt van mij dus de dikke 5 tonnetjes. Gefeliciteerd. Dit was de video voor vandaag. Laat vooral een duimpje achter voor al deze fantastische projecten. En tot de volgende keer bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van No Limits 2. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Vergeet dan zeker niet om eventjes ook op een belletje te klikken om geen één video te missen. Doei doei!